Dit is het Klankcafé. Een eigenzinnige liveshow vanuit Vondel 6, midden in het Vondelpark van Amsterdam. Over klassieke muziek in de wereld van nu. Graag een warm applaus voor de presentator, Louis Gauthier. Zo, welkom allemaal bij de 23e editie van het Klankcafé, onze maandelijkse show over klassieke muziek in de wereld van nu. En we houden het bij het Klankcafé echt van een huiskamersfeer, dus gewoon niet om een drankje te halen of een foto te maken. Dat is gewoon altijd leuk. En ook deze editie maken we weer vanuit Vondel 6, midden in het Vondelpark van Amsterdam. Weer een prachtige uitzending. En vandaag hebben we te gast pianist Michiel Borslap. Blokfluitist Thomas Trieschijn. Klavinist Aljosha Mietes. En we hebben prachtige kunst op panelen van John Oosting. En mensen, mijn sidekick is deze keer harpiste Liesbeth Vreeburg. Geef haar een hartelijk applaus. Zo Liesbeth, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel Louis. Ja. Leuk om hier te zijn. Als sidekick, hè. We zijn eventjes in de archieven van het Klankcafé gedoken en in november 2015 klonk jij zo toen je bij ons speelde samen met fluitiste Felicia van den End. Was van de, we moeten weer een beetje doorheen praten, maar het is heel jammer. Danselente van Jozef Jonge. Ja, klopt. Een toepasselijke titel ook. Heel mooi stuk is dat. Ja, langzame dans betekent het. En heel, supermooi. Hey, waar ben je nu mee bezig? Ik ben druk bezig geweest met een aantal projecten. Ik heb net een nieuwe kindervoorstelling gemaakt voor hele jonge kinderen van 2 tot 6 ongeveer. En ik ben heel veel kamermuziek aan het doen met mijn eigen ensemble. En allemaal leuke dingen. Ja, precies. Hey, waar ga je vandaag op letten? Nou, wat vind jij leuk om te vragen? Ik vind het heel leuk dat er muzici te gast zijn die dus heel verschillende uit hele verschillende muzikale disciplines komen. En wat ik altijd heel belangrijk vind is waarom iemand de keuzes maakt die maakt en wat de verbindende factor is tussen al deze verschillende. Dus we gaan met elkaar allemaal dingen uitvinden in dit komende jaar. We gaan dingen uitvinden. Ja. Hey, en we gaan ook meteen beginnen aan prachtige muziek. Hij heeft inmiddels op elk continent luisteraars beroerd met schitterend pianospel. En hij reist verder op de weg van succes met zijn nieuwe album Arena. Een album dat heel toepasselijk is vernoemd naar de Amsterdam Arena en waar de muziek is opgenomen. Het is hij is een jazzmuzikant met een grote liefde voor klassiek. En hij is alom geprezen als een van de beste pianisten en componisten van Nederland. Michiel Borslap.
Dankjewel, Michiel. We hoorden de compositie, de prachtige compositie, De Optimist. Hey, en voordat we verder de muziek induiken met de jonge talenten Thomas Trieschijn en Aloysia Mites, wil ik graag beeldend kunstenaar John Oosting aan tafel uitnodigen. Zo, John. Goedemiddag. All the way from Groningen, hè? Ja, klopt. Ja. Hey, even leuk om te vertellen hier ook aan het publiek en de luisteraars. Ik kwam jouw installatie tegen, wat we hier achter ons zien, in het metrostation Weesperplein in Amsterdam. En daar heb je een expositieruimte mogelijk gemaakt door Stichting Polderlicht. En een fantastisch initiatief, want die ondergrondse donkere ruimte is opeens geen saai station meer. En echt een mini-museum, kan je wel zeggen. En voor de mensen die naar een werk reizen, begint hun dag een stuk vrolijker. Ook met jouw kunst. Ik liep dus een tijdje in dat metrostation, het Weesperplein, tegen jouw installatie aan. En je zit gewoon nu hier, supercool. En wat heb je voor bijzonders meegenomen? Nou ja, ik heb panelen geschilderd, geïnspireerd op diverse kunstenaars, maar op muziek en op Zolderwit eigenlijk, daar komt het op neer. Ja. Ja, je moet de installatie zien, het is ook een bewegend geheel, dus het is, ja. Als je het totaal ziet, dan snap je het beter. Ja, precies. En in het Klankcafé draait het natuurlijk om muziek. En je bent zelf een enorm liefhebber van John Cage, Xenakis en technomuziek. Ja. En kan je een beetje vertellen aan ons van, wat doet het nou met jou als jij bezig bent? Hoe gaat dat in het werk? Nou, het gaat eigenlijk heel erg één op één. Ik draai muziek en dan schilder ik wat. En dan moet de verf drogen en dan, ja, draai ik gewoon weer verder, zeg maar. Dus het is een soort, als je mijn werkplek ziet, is een hoekje waar ik schilder en een hoekje waar ik muziek draai. Ja. En je ziet echt hier achter ons prachtige panelen waar je echt gewoon in verdwijnt als je naar kijkt door de dieptewerking. Ja. Hè? Ik dacht eerst dat het allemaal met stickers was geplakt, die zwarte en witte banen. Maar dat doe je echt gewoon super strak met je verf en met je hand. En, nee. Ik gebruik wel tape, hoor. Toch wel, hè? Ja. Oké. Hey, Lisbeth, wat vind jij hier nou van? Ja, te gek. Ik zie het voor het eerst, want ik reis niet zoveel met de metro, dus ik zie het nu voor het eerst. Ik heb ook even op je website gekeken en daar zag ik ook wat beelden. Ja, dat is te gek. Dus ik vroeg me af hoe dat werkt. Dus je zet muziek aan, dan begin je te werken. Ja. Of maak je van tevoren schetsen of komt het spontaan hierop? Nee. Ik ben eigenlijk met drie dingen tegelijk bezig. Ik ben eigenlijk met een schilderij bezig en dan krijg ik weer een ander idee. Dus dan doe ik dat. En ondertussen draai ik ook muziek. Het is niet echt een vrij standaard. Nee. Ja, en die muziek die klinkt ongeveer zo als je bezig bent. Even een kleine compilatie. Laatst is dat een beetje meer gestructureerd, maar we hoorden eerst Cage, waar we het net over hadden, even kort, Xenakis en Nono Tak. Ja. Hè? Het is echt een evolutie wat je die componisten ook hebben veroorzaakt, hè? Cage en Xenakis voor die muziekstroming. Ja. Maar wat vind jij dus van die componisten bij elkaar? Voor mij is John Cage, toen ik op Minerva zat, gewoon op mijn kunstacademie, is het, zeg maar, als je conceptuele kunst wil begrijpen, is John Cage ook, zeg maar, een goede om conceptuele kunst te begrijpen. Harpsichord hoorden we in het begin. Ja. Er staat een klaversymbool al, maar dat gaan we niet horen zo. Nee, maar dus het heeft mij ook heel geholpen tijdens mijn opleiding. Ja. Om bepaalde dingen wat beter te begrijpen. En zo, John Cage is gewoon een heel goed voorbeeld daarvoor. Mm-hmm. Zo, ik vond het ook grappig, parallel trouwens, dat je werk hangt nu in de metro in Amsterdam. En John Cage was natuurlijk heel erg veel bezig met omgeving en zijn werk. Nou, kijk, een andere inspiratiebron is Zolderwit. En Zolderwit die heeft ook een kunstenaar is dat, beeldkunstenaar. Ja, die heeft ook vrijwel veel gedaan in de metro. Dus dat was ook wel een metrostation is gewoon een goede plek voor kunst. Dus dat moeten we sowieso in de gaten houden. Hey, maar ook jouw werk heeft allemaal een bepaalde naam. Henken of een Henk. Ja.
Wat is dat? Ik heb een alter ego bedacht. Die heet Henk. En die maakt... Jij bent Henk. Ja. Dit is Henk. Hij maakt ook werk, zeg maar. Dus dan fictief. En die noem ik dan een Henk. En een Henk 1, 2 tot met... Ja, ik hoop nog... Maar een Henk is gewoon... Er staat niet voor iets... Een Henk bijvoorbeeld alleen maar die van techno houdt of van cage? Wat is wat een Henk dan? Ja, ze voldoen aan een paar conceptuele voorwaarden. Dus dat is een... Dus ik noem het geen Henk als het daar niet aan voldoet. Wat zijn dat voor voorwaarden? Ja, er moet beweging zijn, dynamiek vind ik belangrijk. Mm. En er moet geïnspireerd zijn op een schilderij. Ja. En er moet ook... Het geïnspireerd zijn op schilderij en het hedendaagse dynamische leven van. Oké. Okay. Dat hedendaagse dynamische leven, dat kunnen we nog tot eind april in jouw werk zien wat we nu in de studio hebben. Heel veel dank daarvoor. Metro Halte Weesperplein, vergeet die naam niet, mensen. Heel kort, heb je nog interessante expos nog in de toekomst? Ik ben geselecteerd om in Groningen buiten kunstwerk te gaan doen. Kijk. Ook aan de hand van deze expositie. Dus dat is ook, dus ben ik ook geselecteerd. Ja. En dit werk gaat waarschijnlijk nog weer naar een nachtclub. Het wordt misschien wel eens de eerste van een soort van reizende installatie, dit, hè? Hij gaat nog niet naar de prullenbak, zeg maar. Nee, heel goed. Hey man, dank je wel nogmaals, Oldeweven van Groningen, wat we al in het begin zeiden. Ja. Even nog voor de luisteraar, wat is jouw site? Webshopvanhenk.nl. Webshopvanhenk.nl. Okay. Mooi. Er is hij weer, hè? Het is geen webshop. Oké, niet te komen. Goed, ga erheen en dank voor je komst. Toen ze elkaar in 2011 op het conservatorium ontmoetten, was er meteen een persoonlijke en muzikale klik. Er was artistiek echt een duo geboren, kan je wel zeggen. En ze vonden elkaar in het streven om op hartstochtelijke wijze muziek te maken. Dit altijd gespeeld op de beste kopieën van originele instrumenten die er zijn. Met respect voor de muziek zoals door de componist opgeschreven en met de wensen van een 21ste eeuws publiek. Alleen dan kan oude muziek echt weer tot leven komen. Op de blokfluit nogmaals, Thomas Trieschijn. En klaversymbool Aljosha Mitus.
We hoorden net Thomas Trieschijn en Aljosha Mites. En eerste deel uit het orgeltrio BWV 529 Allegro. Hè? Dat moet je altijd eventjes zo snel zeggen. Hey, dank mannen. Welkom. Ik liet al net in de inleiding weten dat jullie altijd op de beste kopieën van oude instrumenten spelen. En jullie maken dat echt waar, want ook voor de uitzending werd met een busje een hele mooie klaverscimbel hier gewoon versleept en in de studio gezet. En dat maken we niet vaak mee. Beschrijf eens, Aljosha, wat zien we voor moois? Wat zien we voor moois hier? Nou, een klaverscimbel dat een kopie is van een heel oud instrument, in 1624 gebouwd. En het heeft twee manualen, zoals sommigen van het publiek waarschijnlijk hebben kunnen zien ook. En het is een prachtig instrument, vind ik. Veel mogelijkheden qua klank ook. Ja. En je was ontzettend aan het stemmen voor de show. Dat klopt, dat is een dat is het lot van de klavecinist, zal ik maar zeggen. Het is een volledig houten instrument. Dus het reageert ontzettend op überhaupt vocht. En dit soort studiolampen helpen natuurlijk ook niet erg mee. Ben je dan mee, ook niet bang voor op een stemblessure? Ja, een stemblessure aan de pols. Nou, ik heb er tot nu toe nog geen last van, maar je bent wel elke dag aan het stemmen bijna. Dat klopt, ja. Wat vind jij nou van Lisbeth? Ja, het klinkt schitterend. Ik herken de stem perikelen. Dat is met een harp ook net zo erg. En dan moet je iets op tv en dan zit er ineens zo'n warme lamp boven. Ja. Maar het is, je hebt dan ook wel wat, want het is echt schitterend. En het is heel mooi. Ik vroeg me af, hoe kies je? Want je hebt dus een kopie van een instrument. En dat instrument heb je een keer aangetroffen. Niet in de goede staat? Ja, dat klopt. Of? Nou, binnen de klaversimbels heb je eigenlijk een aantal grote bouwscholen. Zoals Vlaams instrument. Dit is een Vlaams instrument. Komt origineel. Het komt uit Antwerpen. Franse instrumenten die daar een beetje op lijken. Maar je hebt ook Duitse klaversimbels die weer heel anders klinken. Italiaanse zijn weer heel anders. Ja, je moet op een gegeven moment toch een soort allround instrument kiezen. En die Vlaamse instrumenten zijn toch wel bekend dat je er vrijwel al het repertoire toch vijf. Ja, en wat is nou echt het verschil? Qua klank? Ja, dat is moeilijk. Wat vind jij persoonlijk mooi? Ik vind het Vlaams instrument erg mooi. Dat is ook een van de redenen waarom ik dat gekozen heb. Is ronder of zo? Het is, Franse instrumenten bijvoorbeeld mengen veel meer nog. Of zijn wat dieper ook. Dus dat is meer geschikt voor Frans repertoire. Terwijl Duitse instrumenten, hoe moet je het zeggen? Wat gearticuleerder zijn. Het is moeilijk om dat precies hier moeten horen. Ja, dat is waar. Heb je meerdere? Zou je eigenlijk meerdere instrumenten willen? Oh, ik zou een hele verzameling willen hebben, natuurlijk. Onbeperkte middelen dan zou. Hey, Thomas, nu speel jij blokfluit en je hebt ook een prachtige kopie uit de klassieke tijd. En wat is daar nou het verschil in qua klankkleur met een blokfluit die nu wordt gemaakt? Nou, deze blokfluit is ook nu gemaakt. Dus het is ook maar het is natuurlijk een kopie van een oud instrument. Het verschil met veel moderne instrumenten, of eigenlijk is er niet echt een heel groot aanwijsbaar verschil met moderne instrumenten, want de blokfluit is eigenlijk vergeten geweest voor 200 jaar en toen weer opnieuw ontdekt. En we maken eigenlijk alleen instrumenten naar die oude instrumenten. Dus we hebben vrij goede kopieën ter beschikking. En dus je zou kunnen zeggen, als de blokfluit de moderne ontwikkelingen had doorgemaakt, dan was hij misschien wel van metaal maar hoe geweest. Hoe ben je voor die fluit gevallen dan? Eigenlijk bij toeval. Ik ben op de muziekschool eens een keertje geweest en toen mocht ik van allerlei instrumenten proberen en ik vond de blokfluit gewoon heel erg mooi. Dus je bent altijd gewoon vanaf het begin, dat was je instrument. Je hebt niet eerst iets anders. Nee, ik had wel lange tijd ook een droom om andere. Of dat ik een beetje na te denken van, nou, moet ik niet ook andere instrumenten gaan spelen? En ik heb een beetje klaversimbel gespeeld. En, op die van Aljosha. Op die van Aljosha. Ja, ik heb ook mijn eigen klaversimbel thuis. Ja. Dus dat doe ik gewoon voor mijn plezier. De blokfluit is echt mijn hoofdinstrument. Ja, en Lisbeth en ik die vroegen ons af van hoe kunnen jullie nou in de tijd van nu ook zo met ouderwetse, op goede manier bedoeld hoor, dingen bezig zijn. Hoe komt dat nou? Ja, de muziek die toen is geschreven is gewoon, dus is ongelooflijk mooie muziek uit die tijd. Dat is eigenlijk het antwoord. Ja. Als je muziek van Bach hoort en tijdgenoten, het is zo ongelooflijk mooi. Vanaf het begin, je zei net al dat je misschien ook wel andere instrumenten hebt willen spelen. Heb je ook wel eens nagedacht over andere periodes? Of willen jullie je heel graag echt wel beperken tot? Ja, dat is natuurlijk soms wel een nadeel dat je zo moet beperken. Dat zal ik zelf eerlijk toegeven. Ja. Maar goed, aan de andere kant is er ook zo ontzettend veel geschreven in die periode. Precies. Ook wat nog niet allemaal bekend is. Ik ben zelf iemand, ik wil erg in één ding echt heel goed worden. Ja. We induiken. Dus eerst maar eens. Ja, want jullie hebben ook nog een componist dus gevonden. Of in ieder geval muziek opgenomen van een wat minder bekende
componist. Dat is ook interessant. Die, dat klopt, ja. Is dat een, wel een beetje een ontdekking geweest voor jullie? Die heette? Charles Jeppard. Precies, Jeppard. Die mooie naam. Ja, 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 ja. Frans gaan we ook componist. Zo wat van horen? Ja, 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 niet nu zeker. Nog hoor. Maar. Zo meteen. Ja. Hey, ja, eventjes nog van. Ik kan me ook voorstellen van als jullie gewoon in jullie sociale, in jullie vriendenkring van hoe verkoop je jullie verhaal? Het is een heel bijzonder verhaal, maar het is ook lijkt me ook lastig om dat begrijpbaar te maken. Ja, ik weet eigenlijk niet of dat zo'n probleem is. Nee, kijk, nee. Het is natuurlijk iets bijzonders, maar veel mensen, zeker tenminste als ze zo'n instrument zien. Snappen eigenlijk wel dat ik daar vrij snel voor gevallen ben. Ik ben dus ooit wel op de piano begonnen, maar ik hoorde veel, ik luisterde veel naar oude muziek en ook opnames op klavercimbals. Hmm. En ik dacht, ja, we hebben net een stuk van Bach gehoord. Hij kende alleen het klavercimbal natuurlijk, niet nee. De moderne vleugel. Dus daar raakte ik in geïnteresseerd. Toen ik eenmaal zo'n instrument had gezien met rijk gedecoreerd in twee manualen. Ja, dat, en jij, Thomas? Dat is duidelijk. Ja. Nou, eigenlijk in antwoord op je vraag, het is. We zitten natuurlijk in een omgeving nu, de laatste afgelopen jaren van conservatoria en andere muziek. We spelen eigenlijk, we komen eigenlijk niet zo heel veel mensen tegen aan wie het heel erg moeten uitleggen. En als, dan spelen we natuurlijk ergens. Ja. En dan is het inderdaad, spreekt het redelijk, de muziek redelijk voor zich. Als we dan spelen, dan vinden mensen het toch wel meestal mooi. Ja. Hey, we gaan weer naar wat moois. Stukken van Telemann en Jeupaar. Waar willen jullie mee beginnen? Eerst Jeupaar. Precies. Dat ga ik spelen op een fourth flute. Sopraanblokfluit in Bes. Ja. Dat was een typisch instrument uit die tijd in wat in Londen heel populair was. Want Jeupaar werkte namelijk in Londen. Mm. Daar stond hij bekend als Charles Jupert. Dus daar ga ik. Misschien ook wel even leuk voor de luisteraars. Je hebt hier echt een heel matje ook met een arsenaal aan prachtige fluiten. Ja. Ja, dus ja. We hadden eerst eventjes. Wat het eerste stuk was een. Dat was op een altblokfluit in F. Dat is eigenlijk de standaard. Daar is het meeste repertoire uit de barok voor geschreven. Ja. En dit is dus een heel specifiek instrument wat in Londen heel populair was. En waar dus vooral in Londen muziek voor is geschreven. Ja. Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Thomas Vieschijn en Aljosha Mietes. Het was Jeupaar.
overture uit de zesde suite en we gaan nu door naar Telemann. En Thomas, jij bent weer wat aan het vervangen. Je krijgt weer een nieuwe. Wat, dit is een? Nog een keer de alt. Nog een keer de alt, oké. Ja. Het was deel 1 en 2 van Telemann van Sonatina in A Klein. Alyosha Mitis en Thomas Trieschijn. Hey, nog eventjes leuks. Nog een paar vragen ook over jullie nieuwe cd. Die is met crowdfunding tot stand gekomen. Inspiring Bach. Wat ontzettend goed. Zag er ook prachtig uit. Een beetje ook met zo'n filmische voorkant. Ik heb hem net nog een keertje goed
in mijn handen gehad. Hey, hoe is het tot stand gekomen? Vertel eventjes. Eigenlijk wilden we al langere tijd zaten we te denken, erover te denken om een cd op te nemen. En de grote vraag was natuurlijk, wat moet er op die cd komen? En we zijn allebei een enorme fan van Johann Sebastian Bach. Hmm. Maar er zijn natuurlijk al heel veel cd's met muziek van Johann Sebastian Bach. Dus we hebben een beetje te denken van, hoe kunnen we muziek van Johann Sebastian Bach op cd zetten? Maar niet zoals iedereen dat, maar een beetje een andere invalshoek. Dat hebben jullie echt samen bedacht, of kwam jij er eerder mee? Of wie was ja, het? Zeker. Was gewoon, nee, we gaan we het doen. Samen bedacht. Ja. Bach is voor ons inderdaad een grote inspiratiebron, maar die is natuurlijk niet zomaar uit de hemel komen vallen en heeft even fantastisch gespeeld. Nee. Die stond ik ook in een context en die heeft zich natuurlijk ook weer laten inspireren door andere muzici. Ja, dat is te gek. DJ Bar is ook schitterende muziek. Dus dat is echt een ontdekking waar iedereen weer heel blij mee is. En eventjes ook van waar jullie je door laten inspireren, dat gaan we eventjes kort horen. Wat hoorden wij een beetje? Ja, dat was mijn keuze, hoor. Daar heb ik. Ik dacht dat het samen was. Alles is samen de hele tijd. Oké. Okay. Ja. Oh ja, als je kan zich erin vinden. Geen ruzie, gelukkig. Nee, nee, okay. Wat hoorden we ook weer, Thomas? Frans Bruggen als eerste. Fantastisch. Een blokfluitist van een heel groot muzikus. Ook dirigeerde. En een fantastisch orkest heeft opgericht. En daarna was Dietrich Fischer-Dieskau, die een Schubert-lied zong. Ja. En als laatste Christian Bezuidenhout, fortepianist die Mozart speelde. En hoe neem je dat mee in jullie eigen muziek? Hoe gaat dat in die hoofden dan? Het zijn natuurlijk allemaal hele andere tijden ook die we nu horen. Ja, maar wat dat betreft over die tijden, zijn gewoon fantastische muzici. Dus ja, uit wat voor muziek ze spelen of uit wat voor tijd of voor welk instrument, dat is dan iets hogers of zo. Dus in die zin zijn ze als muzikus een groot voorbeeld voor me. En ook nog even leuk voor de luisteren om te weten van jullie als muzikus, jullie zijn nog niet helemaal officieel klaar, maar de masters die staan voor de deur. Bijna, ja. Ja, wanneer was je het ook alweer? 12 mei. Ja. En voor mij 14 juni. Dus we moeten allemaal duimen voor jullie. Ja. Ja, toch? Ja. Veel succes. Ja. Hey, dank voor jullie komst en ook alle dingetjes die we toch weer een beetje hebben geleerd. En dat blokfluit en klaversymbool toch eigenlijk best wel sexy is. Mogen we dat zeggen? Ja hoor. Zeker. Oké, nou, thank you. Ik kondig hem al aan in het begin van onze show, maar nu is echt het moment dat we nog meer van hem kunnen genieten. Zijn soloconcerten worden intenser als je ze in absolute stilte en met gesloten ogen ervaart. Dan hoor je misschien wel de romantische tonen van Chopin en het duisteren van Satie. Deze artiest is echt een geheel nieuwe richting in de klassieke pianowereld ingeslagen en hij werkte onder andere samen met Arnaudi, Herbie Hancock en Laurie Lieberman. Ook won hij prijzen als de Edison en Gouden Kalf. En nog veel meer, Michiel Borslap. Thank you.
Michiel Borslap, het is echt heel zonnig buiten, maar ook binnen door jouw prachtige muziek. Wat hoorden we net? Levantine. Oké. Hey, heel erg fijn dat je hier bent, want echt ook vooral heel belangrijk, omdat jij vindt dat de kaders moeten verdwijnen tussen muziek en wij als Klankcafé ook. Dus dat is altijd een goed uitgangspunt. Eventjes, we gaan het zo hebben ook over jouw album Arena. Ja. Maar ook, hoe ben jij opgegroeid met muziek, met klassieke muziek? Als we even teruggaan naar jouw tijd. Nou, mijn moeder die speelt piano, Schubert, Schumann, en Mozart en Beethoven. En mijn vader was een avant-garde componist, dus die maakte muziek voor tal van vreemde machines. En, toen waren er nog geen computers, dus toen waren er allerlei andere dingen. En dus het was bij ons Bach, Stockhausen, Jimi Hendrix, Thelonious Monk, Miles Davis. Dat was een beetje de range waar we in zaten. Dat hoorde je al echt al helemaal vanaf breed. Het begin. Hm? Het is een mooi breed palet om je vervolgens uit te ontwikkelen. Ja, dat ook, te gek. Ja. Wow. Ik zat even te kijken naar hoe je zit. Je zit gewoon op een lekkere lage stoel met een leuning. Ja. Is dat is gewoon fijner spelen? Of heb je, ja, dat is, doe je ook wel eens een pianokruk? Ja, nee, het is mijn eigen kruk. Die gaat over mij naartoe. Maar deze piano, de pedalen zitten wat hoog. Ja, het was een vreemde constructie, zijn we achtergekomen. Hè? Ja, dat is grappig. Ja. Oh ja, ze staat gewoon. Ja. Dus nee, maar het klonk in ieder geval echt heerlijk. En toen je natuurlijk begon, je moet heel erg lang studeren om op zo'n niveau te komen. Maar je had ook de kunstenaar Heppe de Moor, die kwam in je leven. En dat was natuurlijk, net zoals wij ook heel erg van kunst houden, dat we het ook in onze show hebben. Dat was ook voor jou een enorme gate-opener. Hè? Ja, Heppe is mijn oom en ik was 12. En hij begon mij dingen te leren als het eerste biertje. Hoe versier je een meisje? En hoe speel je de blues? Want hebben jullie veel versier toen met hem? Of nou, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar hij speelde ook dwarsfluit en dat was de gekke combinatie. Dat was altijd in het weekend enorme inspiratie. Leuk dat je dat weet. Grappig. Ja, ik hield ook van zijn kunst. Dus dat weet ik weer via mijn vader. En zo ga je altijd weer dan op zoek. Hè? Ja. En ik denk dat hij ook jou het een en ander heeft ook meegegeven. En eventjes een compilatie ook, wat jij dan ook weer mooi vindt. Hè? Dus... Was je zo'n fan van? Chili González hoorden we net. Ja. Die heeft ook echt... Maar even drie mannen hebben. Glenn Gould en Audi, waar je ook mee samenspeelt. Allemaal, en Chili dus. Mensen die ook heel erg met hun gevoel spelen. Hè? Dat is voor jou ook essentieel. Ja, ik denk hoe je het speelt. Ja, precies. Eigenlijk pas met Einaudi ging werken voor een groot concert dat we deden in Milaan. Toen hebben we heel veel gerepeteerd. En we kennen allemaal Ludovico Einaudi. En, het is misschien niet de werelds snelste pianist. Of de ingewikkelde componist. Maar wat hij wel kan, dat is constant uit zijn hart spelen. En dat viel me echt ernstig op daar. En toen dacht ik, ben ik toch al een jaartje of... 40 gaan op muziek maken en dan zie je opeens iemand en dan denk je dat het is oké om uit je hart te spelen. Het is goed en welk hart het ook is en dat is allemaal prima eigenlijk. En maar kwam het ook omdat je ook al vroeger uit een wat strakkere opvoeding kwam met avant-garde muziek, het moest zo en zo en binnen die kaders. Ik kan me zo voorstellen dat het weer echt een bevrijding is om het weer even terug te horen van zo iemand. Ja, zeker. Ja, het constorm des levens bestaat uit vele termijnen. De eerste is inderdaad met ouders, maar daarna komt het echte conservatorium. En dan moet je moet alles kunnen spelen. Alles tiende trap. En daarna ga je de wijde wereld in en dan moet je overal spelen. En altijd knokken en spierballen en snelheid. En opeens kom je met Ludovico Einaudi te repeteren. En dan zie je gewoon dat die man speelt gewoon helemaal niks. In het begin dacht ik eigenlijk ook van, wat gebeurt hier? Ja, wat gebeurde er eigenlijk? Nou, ik zag hem voor het eerst spelen in Groningen in de Oosterpoort. En er waren 2000 mensen. En ik kende helemaal niemand.
En iedereen zet op het puntje van zijn stoel. Als je dat meemaakt bijvoorbeeld in een concertgebouw en Arcadia Vololo speelt, hoor je veel gekuch vaak. Weet je? Dat is bijna traditie, dat is super irritant. En daar helemaal niemand. Iedereen zet op het puntje van zijn stoel. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel heel bijzonder. En toen ben ik dat eens eventjes gaan... Ik kan ook wel zo'n liedje maken. Zo'n liedje met weinig noten. Eens kijken wat de mensen daar vinden. Nou, ik heb een jaar gezocht naar iets, maar dat zoek je niet hier. Nee. Je moet even verdieping lager gaan zitten. En nou, die swingt het nooit. Dus die onderbuik heeft het ook niet. Dus dat is wel weer makkelijk. En muziek bestaat uit drie delen. Hoofd, hart, onderbuik. Nee. En zijn hoofd, dat is een heel lieve, vriendelijke man. Maar hij doet eigenlijk alleen maar zijn hart. En dat is eigenlijk ontzettend fascinerend, vind ik dat. Maar jullie belanden ook samen op een gegeven moment voor 22.000 mensen, hè, in Milaan. Ja, leuk, ja. Dat was echt, vertel eens over die ervaring, want dat was voor jou denk ik ook gewoon nieuw. Zeker, ik dacht dat ik voetballer was geworden. Ja. Heel leuk. Ja, man. Maar vooral gewoon de muziek. Eigenlijk waren de repetities voor mij het meest, ruimte. Het gaf je ook echt een nieuwe richting weer. Want je hebt natuurlijk, ik vroeg me af, je hebt zoveel concerten gegeven over de hele wereld en voor zoveel mensen gespeeld. Dus hoe hou je dat nieuw of zo, hè, voor jezelf? Hoe blijf je dan weer een nieuw verhaal vinden of zo om te vertellen? Nou, ik dacht, dat verhaal wat we allemaal moeten vertellen, of je nou muziek maakt of niet, dat zit wel een beetje hier. En het is ook wel lekker als het allemaal danst. Ja. Maar het gaat vooral ook hierover. En dat was eigenlijk heel fijn. Toen dacht ik van wat zit er eigenlijk in mijn hart? En toen heb ik mijn eerste solo-cd gemaakt, solo 2010. En daarna ben ik dat gaan, dat pad verder. En het is heel heftig, want je komt op hele gekke plekken. En dan altijd solo spelen, het is minder gezellig, moet ik wel zeggen. Hoewel mijn technicus en managers zijn supermensen, maar met de band en de drummer, en dat was altijd keten. Zou je dit ook weer met een band kunnen doen, nu je dit bij jezelf ontdekt? Of moet je dit alleen doen? Ik moet het nog een tijdje alleen doen, want ik merk dat het... ik ben begonnen met grotere groepen en het is vooral heel gezelligheid en het koken in de ketels, ja. De muziek, super, super, super kicken. Alleen, op een gegeven moment merk je ook dat muziek maken vaak nogal een compromissenactiviteit is, wat helemaal te gek is. Maar ik vind het ook heel fijn om die compromissen niet te hebben en gewoon... Als ik naar links wil, dan gaan we naar links, want er is namelijk niet met anders op het podium. Nee, jij gaat gewoon naar links. Hey, maar nu hadden we het net ook over gekke plekken en zo'n stadion van 20.000 man. Een van de gekste plekken was toch voor jou een opname van Arena, september vorig jaar? Ja. Want dat is natuurlijk wel ook wel een van de redenen dat we jou hebben uitgenodigd. Want ik vond het zo'n echt super vet idee, los van wat ik hoorde. Ja, wat is dat, Michiel, voor concept? Ja, gewoon, ik speelde een jaar geleden in mei ook in de Arena. Maar dat was ik uitgenodigd door Ajax. Hè. Dus zo'n Ajax-schala. Je bent ook enorm fan van voetbal, hè? Nou, je houdt ervan. Ajax. Je houdt wel van een balletje zo, iedereen, hè? Ja, precies. Niet helemaal, ik vind het wel leuk. Maar goed, het is wel te gek om... En weet je wat het is met muziek? Muziek is voor mij het allerbelangrijkste. En muziek maken in een stadion is eigenlijk alleen maar weggelegd voor solo-instrumenten. Want alles wat je doet, wat ritme heeft, als je dat krijg je allemaal terug en het gaat nooit zingen. Ook niet met DJ's. Dus dat zijn commerciële dingen. Maar toen dacht ik, alleen die piano. En toen heb ik dus in mei op het Gala gespeeld en dat vonden ze leuk. En toen kwam daarna dat voorstel van, je moet een heel concert doen. Ja, die zo'n vleugel. Moest jij niet lang nadenken volgens mij. Je dacht gewoon, denk ik, meteen, dat gaan we doen. Ja, die sound. Ja. Die sound, dat is waar je voor gaat. Want wat geeft dat dan? Want je kan natuurlijk ook in een hele mooie... Of in het concertgebouw klinkt het ook heel mooi, weet je wel. Maar tuurlijk. In zo'n arena dus juist dat het geluid niet... Het is niet bedoeld voor muziek. Is dat juist wat er gaaf aan is dan? Ik denk dat je kan overal muziek maken. Maar was je niet meer zenuwachtig of zo? Je denkt, ik zit in die pit van het podium... Ik zou kunnen voorstellen van, wat doe ik hier eigenlijk als het realiteit wordt, hè? Van tevoren, maar als je bij hem gaat zitten, dan zie je die 88 vrienden en vriendinnen. En dan denk je van, dat is home. En dan ga je spelen en die sound die daar dan... Dat is namelijk, dan weet je van, daar komt inspiratie en komen nieuwe dingen. Dus ik vond het heel leuk om te doen. En ben je ook artistiek gegroeid tijdens het opnemen van, daar in de Arena? Ik kan me voorstellen, het is een ervaring die je met je meeneemt en dat weer verwerkt in iets anders. Bijvoorbeeld, wat doe je nu?
Nou, nu. Ja, dat je denkt, dat heb ik meegenomen uit Arena, wat ik nu in mijn werk stop. Nou ja. Denk jij nu alleen in arena's? Of? Nee, helemaal niet. Nee, dat was gewoon een concert en dat was natuurlijk te gek. En dat is opgenomen met film en alles. Dat is een leuk documentje. Ik ben nu, ik heb mijn oude piano, mijn eerste piano, mijn upright piano weer gevonden. Die stond bij de dochter van Hebben de Moor. Schilderes Lara de Moor. Ze speelde nooit meer piano en toen zei ik, nou dan wil ik dat ding wel hebben. Dus ben, op die piano ben ik nieuwe opnames aan het maken. Eén daarvan is al geregistreerd in een digitaal album. Blue Seasons Winter. Ja, dat is waanzinnig. Ik bedoel, aan de ene kant is die Steinway, dat is V12. Die is een parel in jouw kamer. Ja. Precies, maar dan aan de andere kant staat dat mooie oude beestje. Wat eigenlijk minstens zo te gek is. Maar dat is allemaal begonnen ooit. Precies, ja. En dat gaat, ga ik nu ook. Het is leuk omdat dat het dan weer is. Ja, ja, ja. En kan je dan, kom je wel eens terug dan bij je eerste piano-herinneringen? Want je bent natuurlijk heel jong begonnen. En dan vindt dat een plek ook in wat je nu doet? Of is dat geen cirkelbeweging? Jawel, zeker. Toen ik het weer hoorde, dan kom je terug in die sound. Ik ben heel erg geluidsgericht. En ik weet nog wel dat ik een jaar of 10 was, dat ik zo in de zomer zo ontzettend veel piano gespeeld. Dat ik dacht, toen had ik een soort 10 seconden vrijheid. En daarna was het wel allemaal weer niet goed. Maar ik had die 10 seconden een soort gevoel van vrijheid, dat je kon spelen wat je wilde spelen. En toen dacht ik, toen ik 10 was, van ja, daar moet ik naartoe. Want dan word ik dus je kan misschien wel concluderen van tot slot van, je bent weer terug naar je oude piano. Ja. Er komen herinneringen terug, er komt inspiratie. Ja. Je bent nu ook bezig met weer een nieuwe album. Ja. En je gaat wat nieuws spelen voor ons. Van misschien wat wel op die LP, CD, weet ik veel wat, komt. Oh ja, dat is goed. Ja, ik dacht, ik speel nog iets van Arena, maar dat is ook goed. Ja, ik wat je wil, ik ga gewoon iets nieuws spelen. Ja, ik ga iets spelen dat ik nog nooit heb gespeeld. Ja? Oké, nou. Michiel Borslav, dank dat je er was. Thank you.
Super nieuws van Michiel Borslap. Hoe heet het? Het heeft toch gewoon echt geen titel? Nou, dat is toch, ja, precies. Echt een primeurtje dit. Wauw. Hey, tot zover de 23e editie van het Klankenvé vanuit Vondel CS. En dank Lisbeth dat je er was. Leuk om hier te zijn, Louis. Leuk, ja, dankjewel. En hou me ook vooral op de hoogte van allemaal wat je gaat doen nog. Hè, waar je al ga wat over vertelde. Doen. Ja. En voor de mensen hier in de zaal, je kunt deze show naluisteren via onze website en de website van het Concertgebouw. En natuurlijk ook op donderdag 29 april wordt het Klankenvé uitgezonden op de Concertzender tussen 6 en 7 uur. En pen alvast de volgende show in je agenda, ook in Vondel CS, zondag 15 mei, met onder andere de topsopraan Claren McFadden en pianist Mike Del Ferro over een opera meets jazz project. En als sidekicks hebben we dan fluitiste Felicia van den Ent. En ons talent van de maand is altviolist Saskia Meijs. En we gaan genieten van de kunstenaar, de videokunstenaar Martijn Grotendorst. De studio wordt weer omgetoverd tot een ervaring waar je weer bij moet zijn. Het wordt echt met allemaal, ja, visual projecties. En dus 15 mei om 15:30 in Vondel CS. Het Klankcafé komt voort uit hun passie voor klassieke muziek, voor de makers, uitvoerende en liefhebbers. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door het enthousiasme en de inzet van, in willekeurige volgorde, Hans Erblieg, Anne Wouters, Lisbeth Vreeburg, Lotje Dalmijn, het team van Vondel CS, de Concertzender, het Concertgebouw en Entree. En ook vooral jullie natuurlijk. En tot 15 mei met onder andere de geweldige sopraan Claren McFadden en pianist Mike Del Ferro. Dit was het Klankcafé. Voor meer informatie zie de Facebookpagina en www.hetklankcafé.nl.